prachtig straalend blauw. Mooie races gehad en vanaf koppositie gestart. En niet meer weggegeven. Dus wat we wilden. Weinig spins op de baan, dus dat is ook fijn. Geen gele vlaggen, geen safety cars. Dus het was een hele mooie, spannende race. Echt genoten. Veel mensen, goed georganiseerd. Dus beter kan gewoon niet. De voetbalstadion zit je gewoon naast elkaar. Ja. Maak het uit. Ik zie daar, nee. En we zijn gevaccineerd, dat willen ze toch? Dus best. Dat is druk, maar goed georganiseerd. Ja, zo. Ja, top. Ja. We hebben allebei de dagen zo door kunnen lopen naar de plaats. En het is druk, je loopt met een hoop mensen, maar dat was het ook. Gisteren dus kwalificatie gezien, andere races, Formule 3. Vandaag nog eentje van Formule 3. Dus het was een vol programma. Je hoeft je niet te vervelen. En lekker eten en goed drinken. Dus het was een top evenement. De dag was fantastisch. We zijn eigenlijk het hele weekend geweest, dus 3 dagen. Het is, ik denk met name complimenten aan de organisatie. Die hebben het echt fantastisch geregeld. Je kan hier je auto parkeren, je pak je fietsje en een half uurtje fietsen en je staat bij het circuit. En met alle Nederlandse fans, het is echt iets voor een herinnering voor het leven. Mijn broer woont in Noordwijkerhout, dus ik ga even nog een biertje drinken en dan fiets ik nog een stukje verder.